Goedendag. Ik ben vandaag al sinds, kijk, ik stond rond 10 uur of zo stond ik op. En bezig geweest met de video's editen die ik gisteren heb gemaakt voor YouTube. En dat was wel even leuk geweest. En ik heb ook nog even zitten kijken naar die barcode, hoe dat in elkaar zit. Maar dat blijkt een beetje lastig. Dus ik moet even nog even iets verder kijken wat er uit kan komen voor die barcode, want ik heb wel nodig om mijn product op bol.com neer te kunnen zetten. Dus daar ga ik nog even verder mee kijken wat dat wordt. Of dat leuk wordt. Of dat iets kan worden. Komt wel goed, denk ik. Denk ik. Weet ik. Ik weet dat het goed komt. Maar ja, gisteren dus in Rotterdam geweest, joh. Was wel leuk. Die vriend van me kon helaas niet mee. Jammer, die was helemaal gesloopt. Die had. Die dacht ervoor dat hij 's nachts gewerkt. En nou ja, hij was blijkbaar helemaal kapot. Hij begon om 9 of 10 uur begon hij. En 8 uur 's morgens vroeg was hij pas weer klaar. Dus hij was rond 8:30 of 9 uur was hij thuis. Dus ik begreep hem wel dat hij niet mee kon. Maar hij was even langs bij me geweest. Had nog een paar keer aan zitten bellen. Maar hij was blijkbaar zo gesloopt dat ja. Dat niemand de deur opende, dat hij de deur niet opende. En niemand was thuis, familie. Niemand van hem was thuis, familie. Dus, maar dat was oké. Okay. Dus ging ik in mijn eentje naar Rotterdam. Ik had daar een vriend van me. Ja. Ik had daar even in de trein laten tenminste. Voordat ik de trein instapte, had ik nog even een vriend van me gewhatsappt. Bericht gestuurd. Die ik daar had leren kennen. En die stond ook op straat. Stond hij te ouwehoeren. Hij werkt voor een energiebedrijf. Hoe moet je het zeggen? Ja, energiebedrijf. Ze verkopen energie op straat. Goedkope energie dan NUON en zo, al die ellende. Dus hij stond op straat en ging even naar me toe. Heb ik met hem gehouden. Heb ik daar zo even samen met hem gewerkt. En ik heb nog een paar mensen gesproken op straat. Ik heb nog. Ja. Ik heb geen foto's erbij gezet. Ik had nog een paar foto's gemaakt van mensen. Maar ik heb geen foto's in die video neergezet die ik ga uploaden nog. Maar ja, ik heb een paar leuke foto's gemaakt. Ik heb er eentje op Facebook neergezet. En op Instagram. Dus als je het wil zien, kun je het daar zien. Maar het was wel leuk. Nadat ik klaar was daar zo in Rotterdam. Moest die vriend van me gaan werken in een restaurant. Dus ja, ik kon niet tot laat daar blijven, helaas genoeg. Dus ging ik naar Amsterdam, naar een andere vriend van mij. En die had ik een berichtje gestuurd, maar die was nog aan het werk. Die was tot 11:30 was hij aan het werk. Dus ja, ik kon daar ook niet chillen met die vriend, jammer genoeg. Fuck, dat heeft met plannen te maken. Als ik het vooruit had gepland, als ik het een beetje had geweten, dan had ik met hem af kunnen spreken. Had hij wel vrijgenomen, maar helaas niet gelukt. Dus ook een dag van tevoren of zo, 2 dagen van tevoren had ik bepaald dat ik naar Rotterdam ging. Dus het was een beetje laat. Ik ben beter gaan plannen. Dus ja, fucked up. Fucked up. Jammer. Maar ik heb wel lol gehad. Ik heb nog met ja, tenminste, ik heb nog in een klein restaurantje gezeten, even wat gegeten. En met de barmensen even een beetje lopen ouwehoeren, lopen praten. Dat was wel gezellig, was leuk. Dus. Ook helaas niet gefilmd, jammer genoeg. Maar ik was rond 9 uur. Ja, 9 uur was ik in Putten. 9 uur was ik in Putten. Ik was echt gesloopt, joh. Helemaal kapot. Zo moe, joh. Ik heb nog, toen ik thuis kwam, heb ik nog even met mijn ouders gehouden. En mijn broertjes, die moesten net naar bed. Dus ik mocht me ze even houden voordat ze naar bed gingen. Dus heb ik dat even gedaan. Even genoten. En daarna ging ik naar boven. Even lekker chillen. Heb gegeten, had even een serietje gekeken.
En daarna ging ik slapen. Dus, maar ik was blijkbaar zo moe dat ik gewoon tot ja, 9:30 geslapen heb. Dus, maar was leuk. Ik heb in ieder geval een leuke dag gehad. En nu begint vandaag weer. Vandaag, tenminste, vandaag is al begonnen. Maar ik moet zo weer gaan werken. Dus ik ga me even omkleden voor werk. En dan, I go to work. Work, work. You have absolute control over only one thing, and that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.